We gaan koffie sabayon maken. We maken sabayon sowieso op onze basis kooksessie altijd. Maar een heel leuke variant van sabayon is de koffie sabayon. Je hebt maar 3 ingrediënten nodig: suiker, koffie en eigelen. Dus dat is ook al niet zo moeilijk. We gaan de vlinder eerst daarvoor toevoegen. Zo. We gaan 4 eigelen toevoegen. We gaan de suiker toevoegen. We gaan daarvoor de weegschaal gebruiken. ~65 gram. Zo. En koffie uiteraard, anders geen koffie sabayon. Die koffie heb ik wel zojuist eventjes gezet en laten afkoelen, maar dat is te warm om bij mijn eitjes anders te doen. Hè. Dus altijd eventjes laten afkoelen. We gaan daar weer de weegschaal voor gebruiken. Zo, 120 gram. Zo, en dan zet maar op. Zoals de klassieke sabayon, 8 minuten. Tijd 80 graden. Snelheid 4. Zo. 8 minuutjes zijn voorbij. Verwijder altijd gemakkelijk de vlinder eerst er eventjes uit. En dan kunnen we dat direct serveren. Zo. Dit is mijn koffie, sabayonneke.